Dus het is even bloedserieus wat we hier gaan doen. En we hebben een codewoord. Als er iets fout gaat, dan roep je stop, stop, stop. Drie keer. Drie keer. Als dat geroepen is, dan moet iedereen gewoon even in zijn situatie blijven. En dan kijken we wat het probleem is, dan lossen we het op. Oké, we beginnen met oefenen dadelijk met het testmodel. Dat ligt hier voor jullie. Dus dit testmodel is een houten versie van deze met dezelfde diameter. Dus daarmee gaan we alles doorlopen wat we straks met het grote vat gaan doen. Als we dat door hebben, het oefenen met dit vat, dan begint de real deal. Dit vat dus. We tillen hem hier op en als we hier rond staan, dan kunnen we, hier kunnen we niet onder de rand, hier kunnen we er wel mee onder de rand, dus dan kunnen we met meer man tillen. Dus het eerste stuk van hier naar hier wordt het zwaarst, dan moet ook een stuk omhoog, naar achter en erop. Maar als hij hier staat, kunnen we met meer man tillen, want dan kan je je handen eronder. Vervolgens. Tillen we naar de testlocatie. En dat is daar waar we net stonden, naast het vuur. En daar gaan we de testen doen, de kanteltest, dus het omkiepen en ook de hoogtetest. Ja, hij moet 180 graden gedraaid worden. Omdat hij, zoals je daar ziet, het moet ook een onderkant van een vat kunnen zijn. Dus dit is puur een test voor de toekomst. Oké, we hebben jullie feedback nodig, dus na die testen willen we van iedereen horen wat problemen waren, wat beter zou kunnen in jullie idee. En hou erbij in je achterhoofd dat de locatie een dorp in Afrika is, of iets in die context. Praat goed met elkaar en geef aan wanneer het te zwaar wordt. Stop, stop, stop. Zo zijn we gekomen. We hebben onze armen eronder. Hou even de gaten, dat is gewicht. Rem zo hoog nog niet. Lager, lower. We're just very happy that we have lifted up to this level. Als je naar beneden gaat. Ik moet er dadelijk een lastig voor. Gaat goed? Ja, gaat goed. Dan gaan we een beetje draaien. He, die groep moet weer verder mee draaien. Zo, dat gaat goed. Hebben ze niet met hekwerk in de, van de trap in de weg. Hebben we kunnen rustig lopen. Goede voeten. Kijk waar je terecht komt. Het is loodzwaar. Het is loodzwaar. We gaan nog iets verder die kant op. Iets verder van het vuurtje af. En nou, gaan we heel rustig. Hoog houden. We moeten tijdig kunnen stopzeggen. We moeten naar elkaar kunnen kijken wat er gebeurt. En als dat wil. Ik denk dat we dat met je moeten ompakken terwijl je bezig bent. Je moet eerst het zo. En dan zet je arm eronder. En dan ga je weer wat hoger. Je handen andersom te draaien, probeer je hier omhoog te draaien. Misschien gaat het helemaal niet. Mag ik dat even opmerken, Klaas? Dat moet je altijd met je buurman communiceren, dat oppakken. Ja. Oké. Nou, ik ben 1, jij bent 2. Dat is achter. Hier moeten de achterste en de meeste waar we nu kunnen zijn. Dat is de regisseur. 30 graden verder. 30 graden meer graden. En dan ja, dat is de uitdaging. Het staat er niet meer bij. Dit gaat niet meer op. Kijk, dat is al het probleem. Ik kan hier niet meer verder. Dan ben ik die boom. Dus we zitten nu klaar. Dat betekent dat je moet loslaten. Dan heb je het kunstwerk. Zo, door. En nu kunnen ze hem daar al neerleggen. Hij kan daar al neer. Goed, kijk. En dan kunnen mensen omlopen. Die boom zit nog steeds hier. Dus dan moet je omlopen. Dat ding hier, daar kan ik ook niet tussen. Daar is dan een heel opgewicht. Heeft iedereen vast? Yes. Nu langzaam druk zetten en stillen.
Hey, wat terug, wat gaat er aan de hand? Even liggen. Lager aan die kant. Omhoog. Goed zo. Op het gemak. En neerleggen maar. Bravo. Applaus. Applaus. Hij moet verder nog in. Ja, wat? Oh jee. 2 meter. Kijk voor de boten. Ja. Ik zal zeggen. Stop! En nou het overpakken, hè? Overpakken. Sorry. De ene en de tweede. Langzaam. Hij moet daar naar beneden. Hij moet daar naar beneden. Ja, goed zo. Nou rustig door. Vingertjes opletten met de balken, jongens. Langzaam zakken. Langzaam zakken. Komt u maar. Ja, dat is goed. Hoi. Dat had ik niet gezien. Kijk uit bij de ijzeren uitsteeksels. Optellen. Hij moet omhoog, want die rand, hij moet omhoog daar. Waar hij de grond raakt, ik hoor hem kraken. Ja, maar dan is het experiment ook weg. Heeft hem. Goed, laat maar gaan. Ja, het is vuur. Laat maar gaan. Vingers uitkijken met de balken. Handen eronder eigenlijk. Oké, een stuk feedback. Bij al die... Vasthouden, overpakken. Daar niet over. De ene pak over. Eén pak over. Ik kan niet over, ik heb opgestaan. Tweeën pakken over nu. Twee pakken over. Iedereen heeft hem hoog. Ja, is dat goed? Nou, zuiden doen. Ja, nog een beetje. Ja, helemaal goed. Rustig aan. En laten zakken. Helemaal. We hadden over welke plek van wie was. Ik heb denk ik op 3 posities gestaan. En het voelde met het omhoog tillen naar de schouders een beetje onveilig. That's it. Ik heb er nog in bij het omwisselen, zeg maar, van, bij het overpakken, waar groepen 1 en 2 waren, daar werd aangekondigd om te overpakken, maar niet welke groep dat wanneer moest doen. Er werd niet gezegd groep 1 eerst overpakken en daarna groep 2 jawel, overpakken. Jawel, jawel. Een soort van. Ja. Een soort van. Nee, ik heb wel een soort van coördinatie. Maar dat zie je ook van elkaar, dus daar kan je zelf ook een beetje rekening mee houden. Ja, dat is ook zo. Het is goed doenbaar. Eén advies, maar zorg ervoor dat de vloer vrij is. Ja. Ik coördineer het een klein beetje. Ik vind het heel spannend om te doen. En ik ga veel beter mijn best doen om 1-2 af te roepen. Altijd moet er minimaal 1 persoon zijn of wanneer er gekanteld wordt of welke manoeuvres gedaan worden. Want het zijn als het ware...
Het zijn draagbalken als je draagt, maar het zijn hulpbalken als je met andere dingen bezig bent. Altijd minimaal één iemand per extra hebben. Dus drie mensen dadelijk, twee tillers en één troubleshooter. Zeg. Ook? Ja, ook geen goed idee. Ja. Ja, die Balken sind kurz und gerade eben waren die kleinen Leute an den Balken dran, auf der Seite. Ich finde, dass es eigentlich verrassend gut gegaan ist. Wir sind heel blij mee. Ich hatte nicht gedacht, dass es tilbaar war. Ich hatte nicht gedacht, dass die manoeuvres allemaal so soepel zouden gaan. Ich finde, dass unsere gesamte Defensie behoorlijk boven die ligt van wat ik ingeschat had. Ja, ik vind de kader ook best goed, maar het is ook belangrijk niet alleen maar goed te horen wat de coördinator zegt, maar aan die mensen die in de buurt zijn, gewoon ook te kijken en zien wat zij doen. Niet alleen 1-2 blind volgen, maar ook zien en ook als je ziet iemand gaat met de voet tegen iets, zien de buurt even communiceren, ook voor die anderen een beetje een oog open houden, dus met de vingers en de voeten. Dus, ja, dat is belangrijk. I never seen that before, but I think maybe it's better if you got four woods, two in this way, and two in the other way to cross it. You know, And longer. So good point. Many people can push it up and lift it up. That's dangerous. Much easier. Okay. Ik dacht dat we het ontzettend goed gepland hadden. En ik dacht dat de coördinatie ook heel goed zou gaan. En het gaat een stuk minder dan ik had bedacht. Maar ik denk dat we hier heel veel van leren van zoiets. Met jullie allemaal erbij. En ik vind dat het relatief ook goed gaat. Dat het, ondanks dat er soms een beetje ergernis is. Of het een of ander niet echt soepel gaat zoals we in ons hoofd hebben. Dat het goed genoeg gaat om het veilig te doen. Dus ik ben er in principe wel blij mee. En ik ben ook blij om te zien dat het vat kapot gaat een beetje, maar niet zo kapot dat het een probleem is. We kunnen dat repareren en dat gaat helemaal goed. De volgende keer is die rand eraf, dus dan is hij inderdaad lichter. En hier hebben we heel veel aan, denk ik. Super. Ja, dank jullie wel. We gaan hem, iedereen pakt zijn posities weer. We tillen hem op, zodat je niet meer gebogen staat, zodat je je rug recht hebt. Dan draaien we 90 graden. Die kant op, dat die twee uitstekende palen richting blok wijzen. Die twee natuurlijk de andere kant op. Dan lopen we met z'n allen rustig. We maken natuurlijk een beetje een draai. We doen dit. We gaan een beetje zo. We lopen er langs en we leggen het erop. Vlak voordat jullie hier bij dat hoge blok zijn, zal ik kijken of we hoog genoeg zijn. Dat kunnen jullie moeilijk zien. Ja. En dan kunnen we die neer tillen of niet tillen. En de zwarte lijn dan? En de zwarte lijn is ongeveer daar. Dan bekijken we het. Als die daar ligt, zoeken we het beter uit. Want we hebben daar meer licht. Ja, en dan gaan we de draai maken heel langzaam. Draaien. Heel rustig aan, want dit is belangrijk. Ja, we zijn bijna goed. We mogen nog iets meer draaien. Deze kant is weer omhoog. Ja, we hebben het. Oké, kom maar, rustig aan. Kijk uit waar je voeten zet. Deze kant op jongens. Ja, en nou, moeten de mensen er tussenuit. Jij moet er tussenuit, dat kan niet waar jij bent. Hoog, ja, hoger. Ja, kom maar rustig aan. Ja, oké, achtervoet houden en doorschuiven. Ik ben naar rechts, ik ben naar die kant op hier. Ik heb voor de vingers. Oké, stop. Dakker. Goed zo. Rustig aan. 1. Kracht. Pakken. Kracht zetten. 1. 2. 3. Zo. Vasthouden. Overpakken. Achter als het kan. Kunnen jullie overpakken? Hebben jullie hem achter? Oké. Hier hebben we hem. De lucht in. Overpakken. Wat je vindt. Ja, je kunt een beetje van mezelf. Opschuiven. Yes! Opschuiven. Yes! Alles uit de achter. Nog een beetje liften achter. Liften! Ja. Nog meer? Dit is het. Hier moet je achter zijn. Goed zo.
Kan iemand kijken of de plaat nog goed ligt? Ja, dat ligt, ja, ligt goed. Alles ligt goed. Kom maar, nou rechtstandig hier naartoe. Ja, even wachten. Even een check, gaat alles ja, nog goed? Ja, alles gaat goed, kom maar. Rustig aan, rustig aan. Even overpakken, iedereen opnieuw zijn plaats bepalen. Kom maar, misschien hier pettelen. Komt hij daar ergens tegenaan of gaat het? Gaat. 1, 2. Ja. Ja, rustig aan, kom maar. Rustig aan, kom maar. 1, 2. En nou weer een beetje naar de kist van Bob toe. Iets meer naar Bob toe, van de muur af. 1, 2. Ja, 1, 2. En dan rechtdoor. Ja, 1, 2. Ik met de vingers. Ja. Nog 1, 2, 1, 2. Waar staat hij? Stokje. Stop. Het gaat om een hele kleine. 1, 2, 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. Stop. 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 Stop.